Laat je verleiden door dit heerlijke recept met eend. In minder dan een uur kan je al aan tafel. En het fruitige bijgerecht en de witloofpuree zorgen voor een feestelijke toets. Tijd om aan de slag te gaan. Als bijgerecht kiezen we voor gevulde champignons met veenbessen. Spoel het fruit eerst onder koud water en stoof het meteen na het spoelen 10 minuten op een zacht vuur. Dek af, maar bestrooi eerst met wat bloemsuiker. We gebruiken deze keer verse veenbessen, maar diepgevroren veenbessen zijn zeker even lekker. Als de veenbessen gereduceerd zijn tot een compot, vullen we er de champignons mee op. Die mogen zo'n 15 minuten in een op 180 graden voorverwarmde oven. Ondertussen hebben we tijd om een lekkere witloofpuree te maken. Terwijl de aardappelen koken, snijden we het witloof in fijne reepjes en bakken we ze enkele minuten goudbruin in wat boter. Het witloof mag nog licht krokant zijn. De aardappelen hebben ongeveer zo'n 20 minuten gekookt. We stampen ze fijn en mengen er het witloof onder. Enkel nog kruiden met nootmuskaat, peper en zout en de witloofpuree staat klaar voor straks. Nu nemen we onze volledig ontdooide en drooggedepte eendenworstvlees onder handen. Voor een mooi effect maken we met een scherp mesje kruiselings enkele inkepingen in de velkant. Let er wel op dat je niet in het vlees snijdt, want dan komen er sappen vrij en worden de eendenborstvlees minder zacht. Bak de filets 10 minuten op een hoog vuur op de velkant. We gebruiken daarvoor een braadpan met anti-aanbaklaag. Het is niet nodig om vetstof toe te voegen, want het vet van de eend zal smelten. Als je het vlees graag krokant hebt, giet het braadvet dan uit de pan. Draai de filets om en laat nog ongeveer 6 minuten bakken op een matig vuur. Als het vlees gebakken is, kan je het warm houden onder aluminiumfolie. Tijd voor het sausje. Blus de pan met cognac en schraap de braadresten los. Giet de gevogelte fond erbij en laat zo'n 2 à 3 minuten inkoken tot de gewenste dikte. Nu kunnen we alles mooi over de borden verdelen. Het sausje zorgt voor de finishing touch. Welke wijn past er goed bij eend? Wij gaan voor een rode wijn die rijpte op eikenhouten vaten. Deze Les Aurochs, een fruitige Côte du Rhône met mooie houtaccenten, past er uitstekend bij. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.